Nou, hier moet dus restafval in. Hier moet plastic in. Hier moet papier in. En hier moet groente, fruit en tuinafval in. En ja, het is zeg maar ook een beetje voor ons op school een wedstrijd. Daarom zie je hier ook de weegschaal. Want dan gaat het erom dat je de minste afval verzamelt, zodat je alles weer gaat hergebruiken. Dus dan kan je hier zeg maar zien hoeveel gram erin zit. En dan win je zeg maar als je hebt gewonnen, dus de minste zeg maar gram erin hebt, dan win je een wisselbeker. En hier heb je dus de microbit dat die zegt goed of fout. Nou, zeg maar, heel veel mensen gooien het gewoon allemaal bij elkaar. En dat moet dan, zeg maar, weer op de vuilnisbelt uit elkaar gezocht worden. Want sommige dingen kan je nog gewoon hergebruiken. Dus dat is dan zonde als je dat gewoon weggooit. Ik heb geleerd dat meer, zeg maar, met afval kan hergebruiken. Want we hebben bijvoorbeeld dit ook allemaal van ander afval gemaakt. Dus dat is wel echt superleuk.